Roland Hess, trainer van Den Horen. Vorig seizoen nog actief bij Delft, nu bij Den Horen zoals gezegd. Groot verschil tussen die twee verenigingen? Enorm. Enorm groot verschil. Den Horen is een vereniging met 1100 leden. Ja, en Delft een stuk minder. Uiteraard, als je aan het begin van het seizoen bij een vereniging nieuw bent, dan praat je bepaalde doelstellingen door met het bestuur en de technische commissie. Wat was de doelstelling? De doelstelling was om zo snel mogelijk te promoveren. Wat dat betreft doen jullie het goed, staan bovenaan. 3 punten voorsprong op Wippolder. Wat opvalt, je hebt 1 nederlaag geleden thuis en 2 keer gelijk gespeeld tegen Taurus en Sepp. En die laatste 2 gelijk gespeeld, daar komen we een beetje vreemd over. Ja, ook de ene nederlaag tegen Concordia. Ik bedoel, ze scoorden geloof ik in de 88ste minuut 2-1. Dat is ook onnodig, heb ik ook besproken. Ik bedoel, met 1-1 kan je dan ook tevreden zijn. En trouwens was de eerste wedstrijd na de winterstop 0-0. Ja, ik bedoel, als je 120 keer tegen Taurus speelt, dan win je 119 keer. En dit was 1 keer met, na 20 minuten hadden we al 2 rode kaarten. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Nou, dan speel je 70 minuten met 9 man. Scoor je 10 minuten voor tijd, denk je, nou, dan pak je toch nog 3 punten. De scheidsrechter stond op de lijn van buitenspel, die keurde het goed. Er stond een wisselspeler met een hesje op de achterlijn. En daar liep hij naartoe, dus stond de vlag toevallig. We stonden opgesteld en dan keurt hij toch nog af. Nou ja. Komende zondag uit naar Wippel. Thuis hebben jullie met 4-2 gewonnen. Wat kun je nog herinneren van die wedstrijd? Ja, beladen duel. Was druk, was leuk. En we stonden 2-0 voor, snel 2-0 voor, werd 2-2. Nou, toen was het eigenlijk wachten op de 3-2 van Wippel. Toen werd het om 4-2 voor ons. Belangrijke pot. Jullie staan 3 punten voor, 7 punten voor op Concordia. Dus met andere woorden, als je zondag wint, dan sla je een aardige slag. Ja, precies. En ik denk ook wel dat we dat verdienen. Ik bedoel, we staan vanaf het begin bovenaan tot nu. Ik bedoel, dat geeft ook een bepaalde druk. En daar kunnen we denk ik tot nu toe redelijk mee omgaan. Wat verwacht je van die wedstrijd komende zondag? Ja, ik denk weer een spannende wedstrijd. Ik hoop dat het druk wordt. Ik denk ook dat het druk gaat worden. En ik denk degene die het eerste scoort, die het goede zaak. Wat is de kwaliteit van Wippel, vind jij? Homogeen team. Weinig. Er zijn misschien 2, 3 spelers die er bovenuit schieten. En voor de rest is het een compact team. En de kracht van je eigen team? Ja, ik denk dat wij heel stabiel zijn. In elke linie hebben we al een speler die het verschil kan maken. En we hebben ook de minste tegendoelpunt. Doelstelling voor een vereniging is, ze zijn gedegradeerd uit die tweede klas op een gegeven moment, om zo snel mogelijk weer terug te keren. Dus als je in je eerste jaar gelijk kan promoveren en kampioen worden, dan doe je het goed. Ja, zeker. Maar daar is de vereniging ook aan toe om naar de tweede klas te spelen. Want ik bedoel, de derde klas hebben we al gezien. Even een verhaal ten aanzien van je vorige vereniging in Delft. Er gaan verhalen dat er spelers van Delft naar Den Horen zouden komen komend seizoen. Wat is daarvan waar? Ja, ik denk dat een stuk of 9 spelers van Delft gaan komen. Nee, is niks van waar. Niks van waar. Ik bedoel, ik weet waar het vandaan komt. Van je collega trainer? Nee, totaal niet. Nee, Oscar helemaal niet. Nee, er zijn een aantal mensen bij Delft die dat zo nodig vonden om bepaalde spelers in discrediet te brengen. En dan doen ze dat op deze manier. En nee, niks van waar. Ik bedoel, ik ga goed om met Rob Notenboom. Althans goed om. Ik spreek hem vaak. En dat is eigenlijk het enige. Tot slot, als jullie per ongeluk niet promoveren, dan kan je spreken van een mislukt seizoen. Ja, maar we hebben ook nog na-competitie, hè? Maar daar ga ik nog niet van uit. Ik had het over promoveren. Kan je ook via de na-competitie doen, ja, natuurlijk. Ja, nee, tuurlijk. Maar we willen eerst kampioen worden. En de slag willen we slaan aanstaande zondag.